Hoi, ik ben Axel. Axel Koopman, ik ben 24 jaar. En ik zit bij Team Skate for Air, de wedstrijdploeg. En vandaag zijn we de echte toppers aan het aanmoedigen. En ik heb 3 rondjes met de 10 uur groep meegereden. En gezorgd dat de mensen die vielen weer terug in het groepje kwamen. En 3 rondjes op kop gereden. En daarna nog even met de snelle groep, die onder de 7 uur willen. Heb ik nog 2 rondjes meegereden. Die hadden het erg zwaar, het ijs werd ook erg slecht. Dus volgens mij is het nog spannend of ze het gaan halen. Ik zie ze net voorbij komen, maar ja, het zou mooi zijn als ze onder de 7 uur kunnen. Wat vind je van het initiatief dat de Skate for Air uitdraagt naar de buitenwereld? Ja, het is natuurlijk super mooi. We waren gisteren ook bij de bijeenkomst voor de wedstrijddag, zeg maar. En ja, daar vertelde iemand dat die ging ook vandaag gewoon schaatsen. En die was vorig jaar zijn zoontje verloren aan CF. Nou, het is toch wel bijzonder dat die mensen dat daar vertellen en ja, dat je gewoon voor zo'n doel in de rond rijdt. En dat merk je ook als je gewoon nu op het ijs rijdt. Al die mensen die hebben gewoon enorm doorzettingsvermogen. En dat is gewoon bijzonder om daar ja, voor een deel een onderdeel van te zijn. En hoe lang maak je al deel uit van Skate for Air? Nou, de wedstrijdploeg is dit jaar begonnen, dus pas 1 jaar. Daarvoor op de Wijzee wel altijd al die gele zwarte pakjes gezien. Dus het is nu super mooi dat er nu een wedstrijdteam is waarbij we ja, hopen dat er gewoon dankzij ons meer aandacht voor komt. En dat er meer mensen mee gaan rijden met de toertocht en dat er meer geld ingezameld wordt. En ja, dat is gewoon super om daar je steentje aan bij te kunnen dragen.